proberen hoor. Wednesday. Lang geleden, maar we gaan weer een keer een sprintrace doen. Ja. Online. We gaan lekker sprinten in onze Haas. Lekker hoor. We gaan vandaag racen in Oostenrijk. Ik sta op pol. Ja, dan stop ik. Dit is matchfixing. Yo, what the fuck? Ik sta één en laatste. Dan kom ik al die idioten tegen. Ik weet niet waar... ik word sowieso gedived, hè. Ja, moet ik mijn binnenkant verdedigen. Ja, maar dan ben ik bij de volgende bocht wel echt in de Haas. Echt leuk. Ik wil eigenlijk de Sjaak zeggen, maar ik dacht, we rijden in de Haas. Dat is veel leuker. Ja, joh. Schiet nou eens op, man. Hey, ik ben een fucking pissig nu, hoor. Hallo, ik ben gewoon mee gezond. Ja, niet echt, man. Grijze auto. Hey, geef mij eens een croissant. Nee. Oh. Dan gaan we. Vijf rode Olympics. Echt concentreren nu, hoor. Ja, doe maar. Ik moet kijken dat ik iedereen kan ontwijken zo meteen. Daar gaan wij. Oh, ik heb een fucking goede start. Ik ook best wel redelijk. Wacht, ik ga even afstand nemen, want iedereen gaat eraf hier. Oh, dat viel. Oh! Oh nee, wat een tering debiel! Hij snijdt me gewoon helemaal de moeder af! Godverdomme, daar had ik zoveel mensen kunnen inhalen. Maar nee! Jammer hoor. Leren ze racen of zo. Zo, dat doen wij zelf nog niet. Kun je nagaan? Later jongens, ik ga wel racen, oké? Ah, ik ben zuur? Ik ben een keer niet zuur. Mag ook onderhand wel. Vorige video was echt kut van jou. Ik ben echt de hele tijd geëxplodeerd. Gratis overtakes, hé, die wurgt hier weer. Die wou we kicken, maar die heb ik nu ingehaald, dus dat is mooi. Doei. Ja, dan komen we alleen in de volgende rondes weer tegen, denk ik. Waarschijnlijk wel. Nou, ik ben vrij goed door mijn eerste rondje heen gekomen. Ja, ik ook. Behalve die ene Mogol die me in één keer afsnijdt. Ik had zoveel mensen kunnen inhalen, iedereen ging mij tjongen. Holy shit, maar ja, dat is niet gebeurd, dus dan gaan we niet verder. Hey, gratis blikje. Hey, die Luc vlekt voor me. Leuk om de moeder, joh. Dat vind ik niet Luc. Dat is een grappig over toe. Meestal niet, maar soms wel. Vond dit wel grappig van je. Oké. 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 Ik ben echt bang voor al die mensen, hoor. Ik weet niet omdat ze kunnen rijden, want kunnen ze niet gewoon omdat ze niet kunnen rijden, meestal. Ja, en vooral dat inderdaad gewoon. Links en rechts wordt er in het gras gereden op een rechtstuk. Ik bedoel, hallo, dan ben je echt niet goed bezig. Oh, fuck. Ja, dat klopt er iets niet. Sorry, ik kan niet kloppen nu. Oh, dat is natuurlijk die Wurt hier weer, die me eraf reed in de eerste bocht. Zo is die. Yo, hallo. Die mensen voor me. Oh, kut. Hij heeft me ingehaald. Nu ben ik de loel. Oh, kut. Wow. Ik reed iets te veel over de curb, dus heel mijn auto ging rechtdoor in plaats van dat ik gewoon instuurde. Hij ging gewoon niet. Toen van, nee Jos, ik bepaal dan lekker zelf al waar ik heen ga. Dat is de grimbak. Ja, dat wil ik toevallig. Oh, wow, die ene is AI nu. Oh, nou niet meer. Godverdomme, had ik je bijna in kunnen halen omdat die onzichtbaar was. Zou mooi zijn geweest, hè? Oeh, hij gaat er bijna af. Overtakes! Bam! Helemaal gebrand. Dat is een nieuw werkwoord. Ik kom u halen, vriend. Zo, wat een bolle ronde deze jongen, hè? Echt heel ziek. Kom je überhaupt mensen tegen? Ja, ik heb iemand achter me op de seconde. Ik kan hem nog net buiten de DRS houden. Maar nu niet meer, kut. Oh shit. Over de DRS gesproken. Okay. Daar gaan wij, daar gaan wij. Oh! Yo, die man die rekt me helemaal de moeder! Ja, en dat vind ik knap. Hij ging wel een beetje. Oh, hij kreeg de. Hij ging met de wiel in het gras, de spinnen. Toen ging hij helemaal slingeren. Toen raakte die Williams achter mij, toen knalde die vol de muur in. Ah, rip. Dus toen had ik nog zijn plek. Hey, dank je! Oh, kut, overstuur. Nee, nou komt hij dichterbij. Ah, het is echt een zieke switchback move. Laatste ronde! Oh, de car in front heeft de penalty, dus daar hoef ik me niet echt zorgen om te maken. Ik schoof schiet de bocht. Rip, Mitch. Oh. Rust en vrede, want je wordt er nu afgebeugd zometeen. Ik heb het gezegd. Hij rijdt echt naast me, jongen. Ik heb het gezegd. Switchback move! Oh. Oh. Kutzooi! Hij heeft een DRS. Nou, fuck! Ze heeft die penalty, daar kan je redding nog zijn. Dat is hij rijdt de verkeerde lijn. Hij rijdt weer rond de verkeerde lijn. Oh, nou, goede exit. Ja! Kom aan. Ah, fuck, hij loopt alsnog weg. Wat de hel? Ik denk dat ik vijfdes word, want die gast voor me heeft de penalty. Hij steekt wel zijn hand uit de cockpit. Daar zit er vast tevreden mee. Daar gaan we! Over dat lijntje. Ik sta niet op het podium deze keer. Podium. Bitch. Ik ga nischen. Gezondheid. Ha! Die gast kan er niks van. Nee. Vijfde. Achttiende. Yo, ik heb een klaar sneller. Oh, je was een tiende sneller, dus ik dacht, leuk man. You like to see him lap as everybody else. Hou je fucking smoel nou eens dicht, man. Hey, waar zeg ik nou? Well. He's always been plus one fucking lap. Je had zo'n geflipt, hoor. Bahrein, heb ik daar een... Ah, nee. Mulder like baggerrein, omdat het bagger is. Oh, godverdomme, vijfde kickplayer alweer veld. Nou ben ik echt triggerd.
triggers gesproken, die zou ik eens gebruiken om gas te geven. Dat heb je helemaal niet. Oh ja. Je hebt pedalen, joh. Ik bedoel, ik zei het helemaal verkeerd. Pedalen. Wat is het tegenovergestelde van pedalen? Per stijgen. Ik sta op pol! Flikker op, joh! Deze lobby heeft medelijden met mij. En terecht. Tik hem aan, jongen. Push! Oh, dat was echt goed te horen op de microfoon. Yo, ik sta vierde aan de binnenkant. Mooi. Dat was verdedigen. En... Mensen hebben een beter gestart dan ik. Ik heb een goede start. Oh, hij verdedigt als een motherfucker. Jongen. Oh, iedereen ruimt elkaar. Waar zit iedereen? Yo, Peters. Later, jongens. Ja. Waar de fuck moet ik dan heen, joh? Wie was het nou? Ja, een of andere Red Bull. Tweede of derde rijdt achter jou. Is dit fucking dicht achter een Ferrari? Oh, fuck maar, ik zit als goed, maar ik moest inhouden, want anders ramde ik hem van de Bian af en dat is niet goed. Ja, is maar Rebroek. Kom maar zo aan, jongen. Ja, ik ga nou helemaal verdedigen, ik ben echt een kilometer weg, ik kan nooit die move doen. Maar goed, ga maar lekker op het veld rijden. Hij schiet de bocht over. Hij schiet hem over. Ik ga er voorbij. Doei. Was leuk je gekend te hebben. Zelfs de ronde, bitches. Hij heeft wel echt de man van eerste. Oeh, maar die man is wel goed. Of ja, goed. Hij blijft bij. Want die zeggen dat hij goed is. Het is namelijk niet onze sterkste Bian. Nee, zeker niet. Ik ben hier ook echt niet goed in. Bananen. Ik weet echt niet in wanneer ik waar moet remmen bij deze baan, jongen. Hè? Giet overal door, jongen. Godver. Yo, die man rijdt hard. Hij heeft een keer een goede start gehad, waarschijnlijk. Of hij heeft gewoon zo hard de bocht afgesneden dat hij gewoon 2 seconden sneller was. Oh, hij ligt in de tweede. De man is gek. Dat wisten we natuurlijk al. Nou, ik heb eindelijk iemand in mijn vizier, hoor. Ik heb ook niet echt een al te beste setup. Holy fuck, jongen. Die mensen komen snel dichterbij. Nee. Fuck. Dat gaat een mooie plekje. Hij zit er wel fucking dik achter. En hij verremt zich. Oh, hij verremt zich ook. Ik heb een betere exit. Rijke toppermodus. Belangrijk, hè? Rijke toppermodus. Hij gaat nou wel verdedigen, joh. Ben je helemaal wel goed in je hoofd of zo? Maar goed dat hij een foutje maakt, toch? Ik ben snel. Hij overschiet de bocht. Ja, ik lig in de punten. Eerste overtake van de aflevering. Maar verder ben ik alleen maar geovertaked. Zij moet ergens blij mee zijn, hè? Ik vind het alleen een beetje kut dat ik mijn P1 verloren ben en dat ik hem nou niet meer bij kan houden. Maar weet je het wel? Toen wist ik het al. Ik ook. Joh, die mensen. Dan weet dat jullie wel gaan diven. Jos verdedigt iedereen keihard. Doei Ferrari. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar dat is in ieder geval flink kapot. Ga voor het podium. Oh, niet zo. Niet zo, Rosberg. Wat een kutrace. Ja, ik vind het best wel leuk. Oh, ik haal 2 mensen in. Lijp shit van Mitch. Ah, fuck me. Ah, fuck me. Oh, shit. Daar gaan we. Daar gaat mijn P2 ook. Oh, fuck, ja. Yeah. I'm fucked. Oh, Mitch in de slipstream bij een Toro Rosso. Komt ernaast. Ja hoor, daar gaan we. Worden we van de baan afgetikt? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk niet. Oh, voor P2. Voor P2, rem hem eruit! Rem hem... Oh, dat gaat niet. Oh, nee, fuck. Kut, ik word derde, fuck! Echt? Of niet? DRS, DRS, DRS. Oh, nee. Ik kom net een paar meter tekort, kut. Ah, maakt niet uit. Ja, maakt trouwens wel uit, maar ik doe maar alsof het niet uitmaakt. Oh, dat kut, weer... kut, 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 nee! Ah! Ja! Ik ben fucking blij met P7. Wederom in de laatste ronde dat ik weer 3-4 mensen in heb gehaald. Ik denk, het lag aan de setup of ik ben gewoon niet zo goed in deze baan. Yo, Wordy heeft deze gewoon gewonnen. Hij was wel worthy voor deze baan. Oh, look at me, I'm a brilliant driver, I got a win. Even though it's the first race I've actually finished in the same lap as everybody. Die gast, oh, look at me, I finished my first race, oh, I become first, and this is the first race that I actually finished all 5 laps, and... Ik heb gewoon nog niet helemaal eraf gebeukt, wat is dit? Oh nee, niet Malaysia, skip track, kan dat? Ja, dat kan. Waar? Ja, sluit maar gewoon, ik heb het niet, niemand gaat dat ook doen. Ik haat hem. Ja, Malaysia, jongens en meisjes. Zou daar ook echt zoveel zin in? Dat vind ik zo'n leuke baan, dat ik hem gewoon het liefst nooit meer van mijn hele fucking leven ga doen. Verdomme man, kut Malaysiërs, bouw gewoon een normale baan, joh. Echt hè, dat zeg ik dus ook al de hele tijd. Hè? Ja. Oh, iemand left de session, nou doei. Want er niet, joh. Ga toch lekker weg, man. Sta ik weer niet op. Ga nou. Oh, fuck, ik vond het zachte baan op, joh. En... Oh, we zijn onderweg, joh. Hij maakt een valse start en hij rijdt tegen iemand aan. Oh, yo! Oh. Yo, wat een crash is voor mijn neus, jongen! Yo, wow, hij lijkt als een tering! Hij lijkt als een tering! Ik weet niet waar we tegenstand zijn. Ik zit aan de goede kant van de score. Ik denk al, hoe de fuck kan iemand zo snel een start maken? Maar dat was echt fucking vals. Ik ben 2,5, doei! Lieve fuck, ja dankjewel, dat is mijn concurrentie. Nou ben ik jouw concurrentie, jongen.
Jij? Bertie! Dat is gewoon weer eerst dat event. Hij zegt goed. Ja, hij zegt best goed. Oh, I fucked up again. I fucked up nog een keer. En ik blijf mijn positie houden. Als de man is goed, hij startte gewoon op pol. En hij werd gewoon niet geraakt op mijn wonen. Beetje verdedigd. Met hangen en wurgen. Hij zorgt ervoor dat de vrijer overtaken wordt door een Williams. Want zo is Mitch een klootzak. Ik raakte iemand. Oei, dat mag natuurlijk helemaal niet. Yo, iedereen lijkt echt als een tereventieve jongen, hè? Huh? Wow. Raak ik hem nou ook niet? Volgens mij heb ik hem geuitbreekt. Ja, what the fuck? Hij teleporteert in één keer van mijn neus. Ah, rot nou eens op, jongens. Echt waar, joh. Ik word hier echt zo fucking pissig van, jongen. Ondertussen, bij Jos. Ja, lalalala, nog steeds hetzelfde. Met hem geflikker, lalalala. In één keer uit het niets was hij daar en raakt hij mij. Dat was met de start ook al. In één keer iedereen teleporteren overal naartoe. Het is een beetje als dubbelteam bij Pokémon, weet je wel. Dan weet je dus niet wie de echte is. Ja. En dat is kut, want het is geen Pokémon. Hallo zeg. Nee. Doe eens even normaal. Formule H. Oh, dan zit ik in een keer zijn slipstream. What the fuck is dit nou? Ik weet echt niet waar hij is, jongen, nu. Ja, nou raak ik hem dus wel. Nou is hij in één keer weer helemaal aan het einde van het rechte stuk. What the fuck, jongen? Nou is hij in één keer zevende. Nou rem ik te laat omdat hij weer teleporteert. Oh man, dit is irritant. Zou het lekker zijn als ik hem op boterham scheid? Ja, Hans, zeker. Zeker wel. Harry! Ja? Fuck jou! Nou, dat vind ik best onplezierig. Oeh, fucking hell! Ik ben slecht. Oh, ik ben echt slecht. Als deze 2-2 verliezen, dan ben ik echt slecht gewoon. En als dat niet gebeurt, dan niet. Oh ja, dan niet. Dan nog maar het gras in. Mooi. Zo, Mitch, wat heb je allemaal bereikt tot nu toe? Ah, 1 podiumplaats. Maar voor de verre rest kan ik heel kort zijn. Ik word overal getorpedeerd. Fiat heeft zichzelf gekloond. Wat dat kan. Fucking als je nou die gast voor mij kijkt, dan zie je hem echt de hele tijd van links naar rechts slingeren. En ik kom gewoon niet dichtbij. Ik ben echt zeer pissig nu. Maar ja, dat kan je wel horen aan me. Op zich hoor ik dat wel. Ik ben er zo klaar mee. Ja. Ik kom in ieder geval nog goed terecht. Ja, dat moet je gewoon kunnen. Het is gewoon je stuur loslaten, dan werkt dan. Ik heb helemaal geen zak gedaan. Nou, dan gaan we hoor. Pots van de muur. Yo, kijk eens een beetje in. Een view van de buitenkant. Hij rijdt allemaal. En hij geeft gas allemaal. En de fans worden helemaal wild. En hij rijdt er nu vol muur in. Ja, dat dacht ik al. Wat een teringrace. Yo. Hoi Jos. Hallo, daar ben ik. Mitch, Rusland. Hey, ik raak zijn knokkeltjes bij het zien van Rusland. Ja, Rusland, ja. Nou weet je gewoon dat het goed gaat. Nee, dat weet je niet. Maar ja. Dit gaat sowieso weer fout. Ja, dan kunnen we een andere team kiezen. We nog 10 seconden. Red Bull. Stel. Ik ben Max. Fuck. I fucked up. I want to be myself. Oké. Oh, laatste race. Vertrouwde autootje. Vertrouwde auto. Ik ga ervoor zitten. Ik ook. Ik zat al de tijd. Ik lag net. Ja. Rusland. Dan word ik echt wel heel erg rustig. Van? Ik niet. Pole position, bitches! Ik weet niet dat het positief is, maar in ieder geval ik sta op pole position. Oh, nee. Oeh, ik sta achter jou. Ga je zo wat diven? Nee. De rechtstuk is ook net zo lang als mijn pik, jongen. Daar gaan we. Ik vreemd, ik sta nu al, ik voel het. Oh nee, ik fucked up! Oh joh, ik rijd al tegen jou aan, man! Ja, ik zeg het toch! Maar goed dat die voorvleugels er goed op vast zitten gemonteerd. Oh ja, wat gebeurt hier? Ik ga in de muur. Ja. Wow! What the fuck? What the fuck? Ik zag het op jouw beeld! Wow! Yo, een ghost iemand! Iedereen gaat kapot hier! Ik heb iemand ingehaald omdat ik een geestje was! Oh, hij moest iemand teruggeven. Ik leek tweede! Huh? Ik leek vijfde. Ik had de slechtste start in de historie van Formule 1. Formule 1. Oh, we raken er een paar elkaar. Toch niet. Ja, dat zullen wij wel geweest zijn, want ik ruik dan naar mijn kruid en niet. Ik lees ze allemaal in mij. En dat vind ik niet aardig. Deze lobby wordt echt oncontroleerbaar, jongen. Ja, dat kan echt niet. Waar is hij nou? Hij is weg. Oké, doei. Ik heb in één keer 2 mensen ingehaald. Toch weer niet? Nou is in één keer... Oh, yo. Wat een mongool. Raak hem. Dat is een racing incident. Oh. Oh, boom! Get rocked! Hoppakee! Oh, dat is echt slecht voor mij. Maar wel goed slecht. Ja, lalalala, ik lig eerst en ik ben Jos en ik rij een autootje die ik altijd heb, want dat doen we altijd in onze serie. Dat is waar, Jos. Ik kom de hele tijd dichterbij. Ja, dat zou ook niet goed zijn als het dan niet zo was. Ze lijken zo erg dat ik gewoon niet durf in te halen. Het is wel jouw trekkie namelijk. En ik trek het meestal niet hier. Zo, ik ben blij dat die ghosten. Iemand schiet de bocht over. Ik zit erachter. Ik zit ernaast, ik kan ergens heen, ik rem alweer vroeg, ik rem keilaat nu. Zo, hoppakee, 2 posities gepakt.
alsof het niks is, hoppakee. Fucking agressief en zijn gespind. Daar heb ik er een keer geen last van. Ik kreeg gewoon het snelste lapje en niemand verbetert hem. Ik kreeg trouwens wel een penalty omdat ik die gast lanceerde in de lucht. Ik zag het heel eventjes op jouw beeld net. Met de schuine oog, maar toen moest ik remmen en zo. Dat is ook belangrijk. Ja, ik kan me nog niet echt bewijzen als absolute koning van Rusland. Zo, weet je, Vladimir en is je achterna Poetin of zo. Nee, maar ja. Ik kom niet echt dichterbij op die nummer 2. En dan kom je wel dichterbij op die nummer 1. Hè? Ja, die wel. Je bent bij mij uit de sessie. Iedereen lief de sessie. Ja, suk mijn penis of zo. Ik ga gewoon deze race uitrijden hoor. Maar je bent inderdaad een ghost car. Nee! Nou en? Je wordt nu ingehaald. Ja, fuck jullie. Ik ga gewoon deze race winnen hoor. What the fuck? Net de laatste race die we opnemen. Hey Os, ik zie jou! Nee, dat is niet waar. Met een ghost car met een kruisje. Hetzelfde kruisje. I'm back. Nee. Ik ga gewoon deze race winnen. Ik rijd dwars door jou heen nu. Ik heb direct Jos. Ik heb je helemaal de moeder geneukt. Ik rijd tweede. Bij mij rijden nog steeds derde. Ik denk dat ik op deze manier sowieso al had gewonnen. Maar ja, dat zullen we natuurlijk nooit weten. Maar ja, zo kan je het natuurlijk ook berekenen. Gewoon de beelden naast elkaar leggen. Kijken waar die man ligt. Kijken waar ik lig. Hij is wel dichterbij gekomen op je. Kijk deze Grand Prix winnen. Denk het wel. Nu het rechtstuk op? Nu ik finished. Oh ja, dan heb je gewonnen. Ik ben tweede. Eigenlijk ben ik... Red Bull 1 en 2! Eigenlijk ben ik anderhalfste en jij bent tweedehalfste. Wat een anti-climax zeg dit. Zo zeg, dat was echt vet spannend. Ja, zeker. Wil je nou nog meer zien? Ja. Dat kan misschien, doen we dat nog wel een keertje. Oké, okay, nou mooi. Oké, okay, druk op duimpje, was leuk van later. Doei.